Michael Kieftenbelt die op 3 mei 2015 de KNVB-beker in de lucht houdt. Dat is een beeld voor menig Groningen supporter om nooit meer te vergeten. Volgens velen is dit dan ook het mooiste moment uit de gehele clubgeschiedenis. Datzelfde beeld is nu vereeuwigd onder een van de viaducten van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. De maker van de foto destijds, Andy Zuidema, is erg enthousiast dat zijn foto is gebruikt voor het kunstwerk. Ja, super trots, super gaaf dat je gewoon zo'n... Ik kreeg een belletje van de architect met de vraag of ik wat beelden had van een hoogtepunt. Ik zei, nou ja, we hebben maar één hoogtepunt eigenlijk sinds we in Euroborg zitten. Dat is de beker. En dan zie je het proces en uiteindelijk zie je het nu zo kicken. Super tof. Ik vind het echt een hele mooie techniek. We zeiden net ook onderling van mensen van FC Groningen van het zou iets moois zijn voor de gevel van ons stadion. He, die is helemaal ook saai beton en nu zie je hoe mooi beton kan zijn. Ja, geweldig. Dit is een relatief nieuwe techniek. Het is een papier wat op het beton wordt gelegd en in dat papier zit een stuk waar het beton langzaam hard onder wordt en een stuk waar het sneller hard onder wordt. En wat je dan doet is je trekt het papier eraf als het snelle deel uitgehard is. En vervolgens kun je dan met een brandspuit het zachtere deel wat nog niet uitgehard is wegspuiten en dan krijg je uiteindelijk deze afbeelding. Alleen je moet af en toe waarschijnlijk de graffiti eraf spuiten en weer een nieuwe anti-graffiti laag toepassen. De officiële onthulling werd gedaan door John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Ik vind hem heel apart hè, dat hij zo gestreept is. Ik vind het sowieso prachtig dat uiteindelijk in de stad wat meer Groningen uitingen dan komen. En ook de locatie, hè, als jij vanuit de stad straks naar de Euroborg rijdt, dan zie je hem. Dus als je dan naar de wedstrijd wil, nou ja, dan gooi die blik even naar links en je bent al een beetje in een soort stemming van oh ja, die beker hebben we toegewonnen, dus die komt aan een goed gevoel denk ik in de Euroborg aan. Maar wat weten de heren zelf nog van de bekerfinale? Dat was een hele bijzondere wedstrijd. Ik zat op een hele rare plek. Ik zat naast de spelerstunnel van de Kuip aan de lange zijde. En het Groningen publiek die zat achter het doel meestal. En twee keer scoorden wij en twee keer rennen die spelen precies naar mij. Dus ik was heel euforisch, want ik zat echt in mijn eentje daar. Dus ik had dus iets van, ik heb al een historisch beeld. Daarna kwam de huldiging natuurlijk. Dan ben je super trots als stadje. Dat we eindelijk een beker hebben gepakt. Dat is iets wat je nooit meer gaat vergeten. Oh, ik was in het stadion met nog denk ik dikke 20.000 Groningers. Bij mij ging het vooral dit moment, het ging al een moment daarvoor, de 2-0. Nou, toen stond ik met tranen in de ogen, want toen wist ik, nou nu is het beslist. En dan is dit natuurlijk het ultieme, hè, als die beker omhoog gaat. Uiteindelijk voetbal je voor prijzen. Nou, kampioen worden we niet zo snel. Dan is dit de enige prijs die je kunt halen. Daar ben je ook supporter voor, dat je hem toch een keer wint. Wanneer komt de tweede beker? We hebben gunstige loting nu, hè? Dus ik hoop dat we dit jaar wat gaan gebeuren. We kunnen wel weer wat gebruiken. Als we maar weer een keer gaan meemaken, dat zal mooi zijn. En dan maak jij weer de foto? Sowieso.